Waarom loop jij zo moeilijk? Gewoon, vind ik leuk. Maar je hebt niks? Nee. Heb je wel een medaille? Ja, die is mijn vader. Oh, heeft hij ook meegelopen? Wat? Heeft je vader ook meegelopen? Ja, 10 kilometer. En jij? 5. Hoeveel kilometer heb je wel gelopen? 5. Dat is toch veel te weinig, man? Nee, ik ben begeleiding. Ah, maar je kan makkelijk 20 gaan. Nee. Wordt dan moe als ik erover praat. Ja. Dus je bent blij dat je een klein zusje hebt? Ja. Ik ben Ehrenmitglied van Rotary Club Nijkerk. En deswegen mag ik alle activiteiten mit in Nijkerk. En jetzt sind wir leider nur zu zweit. Letztes Jahr waren wir zu 10 hier. Sie haben es auch. Ja, ich bin zwar nicht Ehrenmitglied von Nijkerk, aber trotzdem gerne gekommen, nachdem ich im vorigen Jahr das zum ersten Mal gesehen habe. Fand ich das wert, heute wieder hinzukommen. Es wird eine Art von Tradition. Ja, natürlich. Wir haben schon vom nächsten Jahr gesprochen. Nächstes Jahr wollen wir aber wieder 5 Kilometer steigern. Okay. Also 15 war doch ein bisschen zu wenig angesetzt. Ja, ja, ja. Also nächstes Jahr 40 Kilometer. Ja, wir wollen erst über 20 und 30 auf die 40 zugehen. Als ich so zag sitten, dann war es ein rustiger Mittag. Nou, wir sind doch wel aardig druk geweest, hoor. Ich habe auf die 40 Kilometer gepost. Maar we hebben toch zeker 30 meter pleisters weggeplakt. Dus daar was het behoorlijk druk. En dat ging over blaren? Dat ging alleen over blaren, ja. De 52e wandeltocht, die zit er op. Aan de buitenkant leek het een succes. Nou, ook aan de binnenkant vonden wij het een succes. Ik sta hier op het start- en finishveld. En nou, er komen iedere keer muziekkorpsen langs met wandelaars erachter die binnenkomen. En de sfeer zit er hartstikke in en het weer is goed. En, ja, ik heb gehoord dat het in de stad ook erg gezellig was en een hoop mensen op de been. Nou, een leuke dag lijkt mij zo. En hoe is het met de aantallen? Ik heb een lijstje bij me met de aantallen. De 40 kilometer die vanmorgen vroeg al gestart zijn, daar waren 100 deelnemers meer dan vorig jaar. Daar hebben er 278 meegedaan. Aan de 20, 155. Bij de 15 ook een kleine 200. De 10 kilometer, 850 personen. En de 5, dat is de afstand waar de meeste wandelaars op zitten. Vooral veel groepen met schoolkinderen. Er waren bijna 1800 deelnemers. En al met al hebben we er dus tegen de 3300 deelnemers aan deze Veluwe wandeltocht. Nou, dat is net als vorig jaar. Dat vinden wij fantastisch leuk. Dus volgend jaar weer? Zeker weten. De datum is 21 mei. Zet hem in je agenda. 2011, 21 mei.